Wil je met stapstenen werken in je tuin? Dan kan je ook kiezen voor deze natuurstenen stapstenen. Zijn er in 5 verschillende kleuren. Kan je perfect afwisselen met bijvoorbeeld grind tussendoor of beloopbare bodembedekkers zoals kruiptuin. En je kan er natuurlijk ook werken met gras tussendoor. Je kan ervoor kiezen om ze dicht op elkaar te leggen. En bijvoorbeeld als je werkt met grind of gras, kan je zelfs nog ietsje dichter doen. Ook gaaf is, wat ik eerder zei, beloopbare planten zoals kruiptuin. En dan kan je de afstand ook iets vergroten. Hier kan je lekker mee spelen. Ik loop graag ook even de kleuren bij langs. Dit is meer een geel-oranje tint, de Modak. Deze rode, rood-bruine tint is de Mandana. Dit is de Desert Black. Die is ook mooi glad. Dit is de Autumn Grey. En tot slot de Bluestone. Die is ook weer wat gladder. Een hele mooie natuurstenen staptegel in een natuurlijke vorm. Perfect om een tuinpad van te maken. Naast deze Kodak, die wat meer geel-oranje is, hebben we ook nog deze Golden Leaf. Deze zitten meer tussen geel en groen in, meer een pasteltint. Dat zijn deze 3. Dat is ook nog een mogelijkheid. Ik hou hem er even dichtbij. Deze is toch meer, iets meer oranje-geel en deze gaat iets meer richting groen. Ook deze hou ik graag nog even bij elkaar. Ik pak even deze Bluestone op. Het is eigenlijk heel simpel. Deze is gewoon meer blauw, zoals de naam al zegt. Deze is meer antraciet. Zoals gezegd kan je deze stapstenen perfect combineren met grind. Ik heb in dit geval heel fijn 2 tot 5 mm dikte riviergrind gebruikt. In combinatie met deze Desert Black stapsteen. Je zou ook kunnen kiezen voor Ardenner Split. Deze is iets dikker. 8-16 mm in combinatie met deze Modak stapstenen. En ik heb hier nog een paar andere voorbeelden. Deze Autumn Grey gecombineerd met Canadian Slate. Deze Mandana tegel met Ardenner Split geel. Of deze Bluestone gecombineerd met Carrera wit. En als laatste dit voorbeeld de Golden Leaf ook weer gecombineerd met wit. Wil je nou combineren met planten? Dat kan ook. Ga dan naar gadero.nl/blog. En daarin hebben we een uitgebreide blog met tips over hoe je speciale beloopbare planten tussen de staptegels kan leggen.